moet doen. Ik ben Nozizwe Dube, ik ben 21 jaar en ik ben voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ik ben bij de Vlaamse Jeugdraad terechtgekomen op mijn 16e en ik ben begonnen als jongerenambassadeur voor participatie. Vandaag ben ik voorzitter en is het mijn taak om de algemene vergadering voor te bereiden. En is het ook altijd samen met de minister van Jeugd om de 3 maanden. En telkens als we adviezen schrijven als Vlaamse Jeugdraad, sturen we die ook altijd op naar de verschillende ministers van de Vlaamse regering, omdat we natuurlijk wel de adviesraad van de Vlaamse regering zijn. Hier bij de Vlaamse Jeugdraad heb ik vooral geleerd om alle kinderen en jongeren te vertegenwoordigen en dus niet alleen Nozizwe. Wat wil dus zeggen dat ik wel af en toe, of toch heel vaak, mezelf moet verplaatsen in andere kinderen en jongeren hun levensomstandigheden. En dat vind ik wel een heel mooie eigenschap dat ik hier bij de Vlaamse Jeugdraad heb geleerd. Dus als jij dit en andere dingen wil leren, dan raad ik je zeker aan om je ook kandidaat te stellen als adviseur hier bij de Vlaamse Jeugdraad.